Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik aan de slag met een veel aangevraagde video. Ik heb jullie gevraagd wat jullie graag nog wouden zien voor de kerst. De meeste antwoorden kwamen op een langwerpig bloemstuk, een langwerpig kersttafelstuk. Dat gaan we vandaag maken. Er was ook veel vraag naar kransen, die komen in het nieuwe jaar, dus wees niet bang, die komen echt nog. Vandaag gaan we aan de slag met een langwerpig bloemstuk. Dat doen we met de Oasis Table Deco Maxi. We zijn dus al aan de slag gegaan met de mini, je hebt ook de mini versie. Vandaag gaan we dus de grootste versie gebruiken, de maxi versie. De bio versie, dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de voor alle leuke video's die ik maak. Ook voor het nieuwe jaar. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje cursuspakketten en wees snel bij, want op is op. We zitten nu aan een maximaal aantal wat we kunnen verwerken nog voor de kerst. Dus wil je nog zo'n mooi kerststuk in huis, wees dan snel bij. En zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Voor we gaan beginnen, op 30 december gaan we het jaar proostend afsluiten met een nieuwe DIY video. Dus wil je dat niet missen, wees dan 30 december bij. Het staat dus in het thema van proosten op het afgelopen jaar en proosten op het nieuwe jaar, want het is een heel mooi jaar geweest. Vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Table Deco Maxi. We hebben de mini al gebruikt, vandaag gaan we aan de slag met de Maxi. Het voordeel is, je mag de complete houder, dus zowel de houder als het steekschuim, in de groenbak gooien. Het is gemaakt van een soort papier, dus dat lijkt niet zo. Het lijkt op plastic, maar is het dus niet. Hij mag in de groenbak, goed voor het milieu, dus goed om te weten. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Ik begin met de zijkanten. Daar steek ik even wat Nobilis of andere kerstgroen in, wat je zelf mooi vindt. Nobilis heeft wel een mooie vorm daarvoor. En dat is gelijk onze basis. Dan steek ik aan de zijkantjes wat kerstgroen ecot erin. Ik heb het aan beide kanten een beetje verdeeld. Hoeft niet helemaal dicht, want ik ga ook nog een andere kerstgroen gebruiken. En dat steek er ook bij tussen. En op die manier werk je de houder alvast een beetje weg. Dan hebben we een mooie basis. Dan gaan we verder met berengras. Ik knip het berengras af en steek het er weer aan de andere kant in. En dit herhaal ik ook met het berengras wat ik afgeknipt, kan je gewoon weer gebruiken. En dit doe je alle kanten over elkaar heen, want zo krijg je een heel apart en leuk effect. En dit doe ik eigenlijk de hele houder vol totdat je berenglas op is en je verdeelt het dus. Thank you.
En dan is dit het resultaat. Ziet er echt wel heel mooi uit. Maar we gaan hem natuurlijk verder opvullen met bloemen en wat groen nog. En leuke kerstballetjes. Dus we gaan gauw verder. Mocht je nog een klein beetje kerstgroen over hebben, mag je dat er kort bij tussen steken. Gaan we nu verder met snijbloemen en die steek ik er ook weer mooi compact bij tussen, zodat je mooi dat lijnenspel blijft zien. Dan heb ik nog wat mooie kerstballetjes en sterretjes om toe te voegen. Dan kan je er gewoon of tussen klemmen of tussen lijmen. En deze zit gewoon een steeltje aan, dus kan je er gewoon tussen doen. Mocht je nu een gaatje hebben, vul je het op met wat restanten. En kijk hoe mooi dit lijnenspel is in combinatie met de diepte van de bloemen. En dan gebruik ik nog even de Floral Life Finishing Touch Spray. Jullie weten dat ik ondertussen erg over te spreken ben. Ik gebruik het eigenlijk bij elk bloemstuk. En hij is ook weer toegevoegd aan de webshop. En dan hebben we echt een prachtig mooi luxe bloemstuk gemaakt op de Oasis Table Deco Maxi. De bioversie. Ja, de basis is gewoon echt al heel goed, waardoor je op een makkelijke manier zo'n mooi bloemstuk kan maken. Hè? Heel mooi met het lijnenspel. Je ziet het nou ook heel mooi terugkomen en dan wordt hij heel luxe van. Dus dat is heel erg mooi. Wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En bestel hem snel, dan kan je nog genieten voor de kerstdagen van zo'n prachtig mooi bloemstuk. Of misschien wil je er wel iemand cadeau geven. Is natuurlijk ook heel erg mooi. En je kan er alle kanten mee op en het is lekker sterk. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dit was de laatste kerstvideo van dit jaar. Op 30 december sluiten we af met een heel leuk bloemstuk waarbij we gaan proosten op het nieuwjaar en ook gaan terugblikken naar het oude jaar. Waar ik heel dankbaar voor ben met allemaal mooie momenten. Goed, dankjewel weer voor het kijken vandaag. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. En dan zie je mij de volgende keer weer.